dit seizoen zijn de omstandigheden anders. Er is sprake van hogere temperatuur en hogere luchtvochtigheid. En het zijn gunstige omstandigheden, dus externe omstandigheden voor de ontwikkeling van die schimmel. Maar natuurlijk wordt die aantasting ook beïnvloed door de weerstand van jouw plant, van jouw gewas. En vandaar dus dat het ook noodzakelijk is om te werken naar de opbouw, naar de weerstand van het gewas middels een goede bemesting. Maar ook goede onkruidbestrijding is gewenst, goede onkruidmanagement. Maar belangrijk is dus dat die aantasting bepaald wordt in belangrijke mate door die weersomstandigheden. Het is een schimmel, het is een ziekte die in meer dan 85 landen voorkomt. Ja, dus niet alleen in Suriname. En ik moet dus zeggen dat juist die lijnen van Adron oorspronkelijk wel resistent waren. Maar het is zo dus dat we in de loop van de afgelopen, periode hebben we natuurlijk vermoedelijk andere stammen van die schimmel gehad. Waardoor het blijkt dus dat toch wel een deel van die Adronlijnen, dus niet alle, in bepaalde mate aangetast wordt. Maar het is toch wel in bepaalde mate nog steeds resistent. Natuurlijk adviseren wij ook hoe in feite de verspreiding of de infectiegraad afgeremd kan worden. Eenmaal aangetast kan je niet helemaal, uitroeien. Maar je kan dus wel verdere aantasting afremmen middels chemische bestrijding, middels een fungicide. Maar het is zo dat het van belang is jouw gewas toch wel de nodige weerstand te laten bouwen, te laten opbouwen. Dus waarbij we adviseren dat de boeren toch wel per hectare één zak NPK gebruiken. En dat die onkruidmanagement ook goed gedaan wordt. Je moet weten dus dat bepaalde onkruiden zoals die vogelzaad in feite waardplanten zijn voor die schimmels. Ja, en wanneer je hebt afgeoost, maar wanneer er nog onkruid blijft op je perceel, toch? En je gaat het niet helemaal vernietigen, die dammen, et cetera, betekent dat volgend seizoen je weer die schimmels gaat krijgen, omdat die schimmels niet uitgeroeid worden. Die schimmels blijven in feite leven op die waardplanten. Adron probeert in te spelen op een deel van de behoefte, omdat de totale behoefte van saaizaad bedraagt ongeveer 6000 of laten we zeggen 5000 ton, ja, per seizoen, uitgaande van een inzaaiareaal van 30.000 hectare. Ja. Wij proberen in te komen met ongeveer 250 tot 300 ton origineel zaad. Ja. En de bedoeling is natuurlijk dat de boeren die die origineel zaad aanschaffen bij ons, dat zij dan saaizaad van eerste nabouw, ja, produceren. En natuurlijk is het zo dus dat die zaad niet helemaal, of laten we zeggen, niet verwerkt wordt. Ja, dus waardoor het nodig is om faciliteiten te creëren voor de opslag en verwerking van die hoeveelheid saaizaad. En u weet dat wij in feite bezig zijn met een plan om dus toch wel de totale sector te voorzien van saaizaad, waarbij we dus van plan zijn om die processing dingen op te zetten, faciliteiten voor die boeren. Maar voor dit seizoen moet ik zeggen dus dat Adron al begonnen is met de opkoop van die zaad en te verwerken. En waarschijnlijk gaan we vanaf 15 september misschien beginnen met de registratie. En ja, misschien derde, vierde week oktober gaan we starten met de distributie, verkoop van die saaizaad. Maar we zijn wel op schema. Dus tot nu toe hebben we ongeveer 200 tot 250 ton opgekocht en verwerkt.
Maar mijn streven is om toch wel een beetje te werken aan de faciliteiten van ons, waardoor wij misschien 250 kunnen verhogen naar 300, waardoor wij Saizat misschien kunnen produceren voor 1700-1800 hectare. Ja, en dat die boeren dan toch wel in staat gaan zijn om voor de rest van de sector Saizat voor een seizoen te produceren. Het is wel een beetje ingewikkeld, maar wij produceren. Het is wel een beetje ingewikkeld om misschien te begrijpen, maar wij van Adron, wij produceren zaad voor de saaizaadboeren. Dus die saaizaadboeren moeten met saaizaad van Adron in feite saaizaad produceren voor de rest van de sector. Dus wij voorzien slechts 1200 hectare, 12 tot 1500 hectare van saaizaad tot nu toe. En het streven is om dus komend seizoen dat te verhogen, misschien naar 1800 hectare. Maar het is, die boeren krijgen origineel zaad van ons. En daarmee moeten ze dan eerst de nabouw produceren. En die hoeveelheid die in feite dan ze in staat zijn met die 250 ton te produceren, komt neer op ongeveer 6000 ton. Ja, en of meer dan 6000 ton. En die hoeveelheid zou wel voldoende zijn om de totale sector te voorzien. Ja. Alleen is er sprake van gebrek aan verwerkingsfaciliteit. En natuurlijk is het zo dus dat die boeren die zij zat kopen van ons, ja, dat die boeren in feite ook op een bepaalde wijze begeleid zouden moeten worden en ze zouden ook op een bepaalde wijze gecontroleerd moeten worden. Maar daartoe heb je dus die saaizaadwet nodig. Is die nog steeds niet geïmplementeerd? En die saaizaadwet, dat wordt dus nog steeds niet geïmplementeerd. Dus daarom zeg ik dat de verbetering van die saaizaadsituatie niet alleen afhankelijk gaat zijn van die plan van mij, toch? Maar ook van een aantal andere factoren, onder andere de implementatie van die saaizaadwet. En natuurlijk ook van wanneer we zelf ook saaizaad gaan willen produceren, dan van areaal, van er sprake van dat we bijna polder zouden kunnen krijgen, een deel van SMR, etc. Dus hangt van een aantal factoren af. Maar belangrijk is dat wij van Adron proberen toch wel in bepaalde mate de raszuiverheid te behouden. Omdat wat belangrijk is ook dat je moet proberen om die raszuiverheid in stand te houden. Want je weet wanneer je elk seizoen hetzelfde zaad gaat gebruiken, toch, uit jouw productie, dan treedt er degeneratie op. En waardoor je dus waardoor jouw kwaliteit achteruit kan gaan. Misschien je krijgt een paddy van verschillende korrellengte, et cetera. Dus wij proberen steeds met kwekerzaad, die kwekerzaad te verminderen tot elitezaad. Met die elitezaad, die origineel. Ja, en die origineel geven we aan die boeren. Die boeren produceren die eerste nabouw. En die eerste nabouw, dus dat zou in feite moeten dienen als saaizaad. Concreet, wie of welke organisatie is de grote grapjas die nog steeds niet deze wet implementeert? Nou, het is de overheid. Het is de overheid die de wet moet implementeren. En specifiek LVV? LVV, omdat die implementatie houdt in dat je dus in de eerste instantie een saaizaadraad moet gaan installeren. Waarna er zaadinspecteurs benoemd moeten worden, zaadanalisten moeten benoemd worden, faciliteiten moeten in place gebracht worden, toch? Omdat wanneer je zaad gaat produceren, dan moeten er normen worden vastgesteld voor die zaad van hoeveel procent maximaal rood, hoeveel procent vocht, hoeveel procent dit, hoeveel procent dat. En
er moet instanties zijn die daarop toezicht moet houden, toch? En natuurlijk moet die zaad geproduceerd worden op een bepaald areaal van, weet je, met bepaalde normen en zo. En die goedkeuring zou moeten plaatsvinden via die zaadinspecteurs. Maar vandaar dus dat die zaadwet eerst goedgekeurd moet worden, of het is al goedgekeurd, maar geïmplementeerd moet worden, voordat je dan over kan gaan tot de vermeerdering, tot de productie van saaizaad. Ter verduidelijking, u heeft er ook aan meegewerkt dat de saaizaadwet tot stand kwam. Hoeveel jaar is de saaizaadwet reeds een feit zonder dat deze is geïmplementeerd? Die saaizaadwet is goedgekeurd in 2004.